vanavond een raadsvergadering die geheel gewijd was aan de benoeming van een nieuw raadslid en de benoeming van een wethouder. Het nieuwe raadslid is Luc Brouwers van de PvdA, die al eerder zitting nam in de raad en nu de plaats inneemt van wethouder Segers. We gaan even met hem in gesprek. Rode rozen, symbool van de PvdA. Sociaal en menselijk is de PvdA. Wethouder Segers heeft in de krant gemeld, of ex-wethouder Segers moet ik zeggen, in de krant gemeld dat het geld toch goed terecht is gekomen waarvan het budget overschreden is. Is het dan niet jammer dat ze moesten aftreden? Dat is zeker jammer. Vooral ook vanwege de kwaliteiten die mevrouw Segers had. Maar dit is gewoon de politiek zoals het werkt. En er is helaas niks te doen. En mevrouw Segers heeft haar eigen conclusies getrokken. Maar inderdaad, er is geen onoorbaar gedrag geweest, er is geen geld verdwenen. Dat dacht ik toch ook. Fouten in de organisatie. Het heeft ook de kop gekost aan uiteindelijk de gemeentesecretaris als directeur zeg maar, van de organisatie. Is dit allemaal goed voor Gennep wat er nu gebeurt? Het is zeker niet goed voor Gennep wat er gebeurt. Gennep zal heel snel moeten zorgen dat ze in controle komt weer, dat er weer sturing komt. En we hopen dat de nieuwe aangetreden wethouder en de huidige raad dat voor elkaar gaan krijgen. En wat gaat u daar zelf aan doen? Wij gaan heel kritisch kijken naar hetgeen wat er op papier komt te staan voor ons. En nog meer als de vorige keer zullen wij gaan kijken of alles wel in de haak is. Uiteindelijk heeft de raad een controlerende functie namens de burger. Ja, dat klopt. We hebben een controlerende functie als raad. Maar je moet het wel doen met de informatie die het college ons geeft. We kunnen niet zelf de boeken gaan doorspitten en zo. En dat is een beetje de handicap die je als raadslid hebt. Kritisch, maar constructief? Dat is in ieder geval onze insteek, ja. Dus in de oppositie gedogen? In de oppositie gedogen en heel kritisch meekijken en daar waar nodig een handje helpen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord? Dat verklaar ik me nog. Fijne avond nog en toch even vieren. Dank u wel. Ed Vermeulen, kersverse wethouder. Binnengewandeld in het college met toch een kritische noot vooraf van de oppositie. Voelt het niet een klein beetje als een Pyrrhus-overwinning? Voelt niet als een Pyrrhus-overwinning. Het is uiteindelijk toch een weloverwogen besluit geweest om door te gaan. Het is namelijk, ik ben het niet eens met wat de VVD zei. Het is belangrijk dat wij voortgaan om zeg maar, de dingen die op de rol staan, om die verder te kunnen oppakken. En als we de stekker eruit getrokken zouden hebben, zou dat voor Gennep echt zeker 4 maanden gescheeld hebben om niet alleen een nieuw coalitieakkoord op tafel te krijgen, maar ook een nieuw collegeprogramma, et cetera. En de bezuinigingen staan er nou op, er moet echt aan de bak. En nou, daar ga ik samen met de andere collegeleden aan werken. En dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk houdt mijn God allemaal. Even terug naar bezuinigingen. U heeft in de pers, in de schrijvende pers gemeld dat u de burger wil betrekken bij het keuze maken van de bezuinigingen. Maar kan de burger dat wel als we de ervaring in Graven zo erop bekijken? De burger zou dat heel goed kunnen. Het gaat erom dat er ideeën, suggesties aangedragen gaan worden. Natuurlijk kun je zeggen van in Graven dat de meeste ideeën dat we die kennen. En dat we die dus ook meenemen. Maar je weet maar nooit, er kunnen best hele interessante voorstellen naar voren komen op deze manier. Moet de burger daar niet een beetje in begeleid worden? Bijvoorbeeld door inzage te krijgen in de keuzes die mogelijk zijn vanuit het coalitieakkoord en de programmabegroting die eraan ten grondslag ligt? Nee, ik denk dat het goed is om gewoon out of the blue met voorstellen te komen. Verder denk ik dat het heel goed zou zijn om, zo zal ik zeggen, kennis te krijgen van het werken met zo'n digitaal loket. Dat is een bijkomend voordeel. 15 augustus vandaag, u heeft in uw maidenspeech, zoals de burgemeester dat noemde, 66 jaar bevrijding van Indië aangehaald. Wat betekent dat ook voor u, nu als wethouder, naar de kijker toe?
Nou, ik heb gezegd, het is naar mijn idee niet een toevallige dag vandaag. 15 augustus, het is vandaag, en dat is ook op tv geweest, 66 jaar voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in Indië. En mijn werkzaamheden tot nu toe hebben altijd met Indische oorlogsgetroffenen, daar heb ik altijd mee gewerkt tot dusver. En het is precies 66 jaar geleden. En ik ben van D66, dus nou ja, toevalliger kan het niet zijn. En daarom zeg ik, deze associatie moet ik gewoon ook naar voren brengen en mensen kenbaar maken. Bent u de nieuwe wit in het college die gaat waaien, zoals een van de illustere burgers recentelijk ook in de krant heeft weten te zetten? Nou, ik wil, of ik nou de nieuwe wind ben, weet ik niet. Ik denk dat het belangrijk is om samen als college ervoor te staan voor de taken die we hebben. Die zijn zwaar, want ik heb al gezegd ook in mijn speech dat de bezuinigingen er met name aan gaan komen. En ja, het is eigenlijk nooit leuk om te beginnen met bezuinigingen. En toch heb ik daar nu ja tegen moeten zeggen, omdat het niet anders ging. Hè? Want we hebben natuurlijk wel een tekort van 1,3 miljoen. Hadden wij voor de vakantie het idee dat wij pas halverwege september bij u in de huiskamer zouden komen, dan liep wat anders. Vorige week hadden we namelijk een ingelaste raadsvergadering waarin dat wij in Gennep een nieuwe wethouder en een nieuw raadslid kregen benoemd in onze gemeenteraad. Vandaag was er een ingelaste raadsvergadering waar het ging om, ja, laat ik zeggen, de meningsvrijheid van iedereen, maar zeker van raadsleden. En vandaar dat Rob in gesprek is met de inspreker van vanavond, meneer De Winter. Adriaan De Winter, gerenommeerd burger uit Milsbeek, oorlogsveteraan met een zekere reputatie op het gebied van ervaringen wat oorlog kan betekenen. Vanavond een geëmotioneerd betoog gehouden naar de raadsleden en de aanwezigen toe met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. Kun je daar een korte samenvatting van geven? Ja, toen ik vorige week merkte dat iemand in zijn vrije meningsuiting was gestoord, laat ik het zo stellen, toen dacht ik terug aan de begintijd dat wij bezet waren. Journalisten en ook hoogleraren werden op het matje geroepen bij de SD, omdat zij niet in de zin van de bezetter schreven. Ze werden gecensureerd. En dat heb ik altijd onthouden. Maakte er nog een andere emotie bij je los? Een Joods meisje sprak je over. Ja, dat was mijn eerste liefde. En je eerste liefde vergeet je nooit. En zo iemand werd dus ook met haar familie en alle andere Joden, we weten het, vanwege de onvrijheid weggevoerd en zijn nooit meer teruggekomen. Je hebt een pleidooi gehouden voor de vrijheid van meningsuiting. Ja. Je hebt de discussie de hele avond gevolgd, een lange raadsvergadering geweest. Wat is je opinie over uiteindelijk het slot daarvan? Mijn opinie is dat wij als mensen allemaal fouten maken. Soms ernstige fouten. Maar het toont karakter als je die fouten erkent en zegt, sorry, we gaan opnieuw beginnen. Nu heb ik gemerkt dat het veel te veel in de partijpolitiek terecht kwam. En dat vind ik toch wel heel erg. Want het zijn emoties van mensen zoals van mij, van heel lang geleden, die nog steeds doorgaan. Waar je nog steeds last van hebt. En ik krijg de indruk dat een heleboel mensen dit niet kennen of vergeten zijn. Maar ik wil ervoor waken dat dat nooit meer gebeurt. En het is een grondwettelijk recht. Zeker, het is een grondwettelijk recht. En daar houden we ons met z'n allen liefst aan. Dat hoop ik van wel. En ik vind ook het besluit dat de column weer doorgaat. En daarmee dat de raadsleden mogen schrijven wat zij willen. Dat vind ik van enorm belang. Nieuw begin. Een nieuw begin, ja. Ja, meneer Opstig, een bewogen gemeenteraadsvergadering mag ik wel zeggen. Durend van 8 tot bijna 12 uren. Er werd behoorlijk wat met elkaar gesproken. Er is zelfs heel veel gesproken. Er is zelfs ook op enig moment
wat sprake geweest, denk ik, van, ja, hoe noemen we dat, hè? Een hele hoop geschel, ja, dat bedoel ik niet letterlijk, maar ja. Symbolisch, hè, van heel veel geluid, heel veel retoriek. Ja. En in voetbaltermen, als ik het debat nog eens terugneem, en met name ook zeg maar, de wijze waarop van de zijde van de oppositiepartijen het spel gespeeld is, dan heb ik zeg maar, zoiets in mijn mond van een zwalbe. Er komt een stuk, dat is voor een gemeentelijke pagina en BMW zeggen, potverdorie, moeten we dat nou wel doen? Die hebben er overleg over en die zeggen, nee, dit moeten we niet doen. Mm-hmm. En dan roept iedereen, ja, recht van meningsuiting. Maar hoe denkt CDA erover? Kijk, over de vrijheid van meningsuiting hebben we, net als iedereen, heel duidelijk de mening dat zeg maar, iedereen moet zijn mening kunnen zeggen en kunnen vertellen wat hij wil. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook te maken met afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. En een van de uitgangspunten van de gemeentelijke rubriek in de Maas en Niersbode is dat die plaatsvindt, elke inhoud die daarin komt, ja, onder verantwoordelijkheid van het college. Ja. En het is toch wel heel erg veel gevraagd als het college zeg maar, een stuk plaatst waarin ze zichzelf een vervet van onvermogen gaan geven. Ja, ja, daar is dat een beetje veel gevraagd. En van de andere kant heb ik zoiets van, ja, iedereen heeft natuurlijk de vrijheid van meningsuiting, maar dan lees ik alleen de vraag, op welke pagina? Ja, dat klopt. Daar ben ik helemaal mee eens. Kijk, ik denk dat hier dezelfde regels spelen als, zeg maar, wanneer je een stuk instuurt naar de Gelderlander. Of naar de Maas en Niersbode zelf. Ja. He, van, het is niet per definitie zo dat die verplicht zijn om altijd en alles maar te publiceren wat iemand zeg maar, roept of iemand wil schrijven. Ja. He, die hebben ook een eigen verantwoordelijkheid in wat wel acceptabel is en wat aha, niet acceptabel is. Ja. Dat heeft het college gedaan. Ze zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de gemeenterubriek. Ja. En die hebben daar hun afweging in gemaakt. Ja goed, en dan wordt er op een gegeven moment gezegd, ja, dan zou dat in het seniorenconvent komen. Hè? Ja. En dat zijn dan de leiders van alle politieke partijen, de seniorenconvent. Het seniorenconvent is een gebruikelijk, bij alle gemeenten hoor, ja, gebruikelijk overleg dat regelmatig plaatsvindt tussen de fractievoorzitters, ja, en de voorzitter van de raad, in dit geval hè, de burgemeester, ja, waarbij een aantal zaken informatief naar elkaar kunnen worden uitgewisseld. Ja. Dat zijn zaken bij die al zeg maar, zodanig helder liggen dat het geen enkel probleem is om daar ook in alle openbaarheid over ja, te praten. Maar er kunnen ook zaken zijn die een dusdanige vertrouwelijkheid vragen in het belang van de gemeente Gelre, dat we daar zeg maar, ook inderdaad de vertrouwelijkheid onder moeten hangen. Aan het einde van de raadsvergadering kwamen jullie gedrieën, hè? Dus laat ik zeggen de regeringspartijen, ja, met een motie van jongens A. We gaan gewoon door met die column zoals dat die was en we gaan met elkaar op de hei eens even goed uitspreken hoe en wat we daar in de toekomst mee willen. Ja, ja, nou waarom hebben we dat gedaan? Dat is zeg maar heel duidelijk wat ons betreft. Het opschorten zeg maar, van de afgesproken lijn van wie wanneer een stuk mag sturen, ja, dat is wat ons betreft niet zozeer aan de orde. Ja. Want we hebben zeg maar, tot nog toe geen enkel probleem gehad met zeg maar, de stukken zoals ze gepubliceerd zijn. Ja. Dus heb dan ook zeg maar, voldoende vertrouwen in de kwaliteit en de capaciteiten van de mensen die hun stuk aanleveren. De verantwoordelijkheid, ja, laat dat gewoon doordoen. En dan komen we zeg maar, in september in de raadsconferentie, ja, die handelt met als onderwerp, hè, hoe willen wij de toekomst van Gennep zien? Aha. Daar is dit een prachtig onderwerp om dus met elkaar te discussiëren, ja, over de vraag of we het nog verder willen voortzetten. Ja. En zo ja, onder welke condities willen we dat dan doen? Ja, met alle respect, maar toch is dat eigenlijk het terugblazen van het tweede gedeelte wat BMW besloten hadden. A, voorlopig niet plaatsen van het stuk van meneer Timmermans. En even die column opschorten. En dat opschorten, dat is dan teniet gedaan. Ja, dat klopt. Dat is helemaal zo. Maar dat is ook de reden waarom wij, zowel CDA als Kern als D66, in feite in de eerste termijn vanavond al hebben aangegeven, college, is het niet spijtig dat het zeg maar, zo genomen is? Ja. Kunnen niet beter, dus nog eens heroverwegen om dat te doen zoals het is, zeg maar, gelopen is.
Janine van Hulsteen, fractievoorzitter van de VVD. Emotionele avond geweest met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. Grondwet artikel 7, puntje 1. En je haalde zelfs een Hoge Raadbeslissing uit 1892, tevoorschijn. Seniorenconvent is ook ter sprake gekomen als waren het achterkamertjespolitiek. Hoe sta je er tegenover? Tegenover dit gremium? Tegenover het seniorenconvent bedoel je nu? Ik vind dat het seniorenconvent, als ik daar heel eerlijk in ben, wellicht vernieuwing behoeft. Laat ik het dan zo zeggen. Het heeft bij mij de VVD, de nieuwe VVD eigenlijk, is het niet duidelijk. Dat is vanavond pas duidelijk geworden. Dat dingen die daar besproken worden, soms wel gedeeld mogen worden in de fractie. Dat is ons niet medegedeeld. Dat staat ook nergens in een reglement of zo. Dat is niet te vinden. Dus wij hebben ons daar keurig aan gehouden. En vanavond sprak mevrouw De Loo ineens de woorden uit. Nee, sommige dingen zijn dan ineens niet besloten of vertrouwelijk. Dus wat dat betreft kan ik zeker zeggen dat ik vind dat daar modernisering behoeft. Hoe zie je die? Notulen maken? Wellicht. Of misschien wel overwegen om het helemaal te schrappen. En meer modern de opzet te gaan doen. Dus ik vind eigenlijk als je me op de keper vraagt, zou ik zeggen, doe alles maar in de raad. Openbaar. En als er dan dingen zijn waarvan je denkt, jeetje, dat is heel gevoelig. Dan hou je dat deel van de raad besloten. Dat wil zeggen, het kan ook over personen gaan. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat er items zijn waarvan je zegt, dat kun je echt gewoon niet in de openbaarheid bespreken. Logisch, die zijn er. Geen probleem, dan maak je op dat moment de vergadering besloten. Er is veel gezegd in eigenlijk drie termijnen. En in derde termijn hebben jullie een motie van wantrouwen tegen het college ingediend. Eigenlijk een herhalingsset van op 7 juli, toen de motie het ook niet haalde. Wat is er met die motie gebeurd? Met de motie vanavond bedoel je? De motie vanavond is ter stemming gebracht en 5 stemmen, dat is de voltallige oppositie in deze, was voor de stemming tot het wegsturen van het voltallige college. En de rest van de aanwezige raadsleden, dat waren even bij mijn weten 9, hebben tegen deze motie gestemd. Mijn vraag is dit goed en constructief voor Gennep om een dergelijke motie in te dienen? Joh, is het goed en constructief voor Gennep om de grondwet niet te respecteren? Nou, die grondwet, daar is natuurlijk in de tweede motie wel wat aan gesleuteld. In de zin van dat de kolom zonder beperkingen gaat worden doorgezet. Namelijk de aanleiding voor de hele discussie vanavond. Dus het is niet zo dat de grondwet in al zijn voegen getart is geworden in mijn bescheiden opinie. Nee, het gaat erover of het goed voor Gennep is om een motie van wantrouwen, die dus ook voor de toekomst wantrouwen met zich mee kan brengen, in te dienen. Ik kan je daarop zeggen dat de reparatie eigenlijk die er in de tweede motie lag, kwam van de raadsleden uit de raad, maar niet van het college. Nee, maar het komt er ook op neer dat de raad terecht de kolom en de inhoud zich daarvan weer heeft eigen gemaakt ten opzichte van de oorspronkelijke afspraak zoals die weergegeven werd door de burgemeester, dat het college verantwoordelijk was voor de inhoud. Ja, nee, maar dat is ook goed dat de raad dat heeft gedaan en ik zal je nog even herinneren aan het feit dat in het onderzoeksrapport wat we recent hebben gehad, dat daar de conclusie naar de raad toe in artikel of in paragraaf 6.3 was, dat wij als raad meer kritisch moesten zijn naar het college toe. En dat hebben we vanavond heel duidelijk gedaan. En de raad heeft het initiatief inderdaad weer naar zich toe getrokken. Dat is goed en dat is nodig en zo hoort het ook. Een van de oorzaken van alle discussie en commotie is natuurlijk het ontstane tekort. Wat veel groter bleek als dat er oorspronkelijk gerapporteerd was. Maar moet de raad zich, in ieder geval de toenmalige raad, zich daar ook niet een stuk van aantrekken? In de zin van gefaald hebben in de controle op het bestuur? Ja, dat is ook heel duidelijk vastgesteld in dat rapport. Daar staat overduidelijk in dat de raad te weinig kritisch is geweest. Tenminste de vorige raad, laat ik het dan zo zeggen. Want we hebben het ook over 2010. Te weinig kritisch is geweest en dat moeten we ons aantrekken. Dat heb ik ook op die avond al gezegd van de 7e. Daar hebben we ons echt de hand in eigen boezem te steken. En we zullen dat dus anders moeten doen. En dat proberen we nu ook te doen. Ik heb in de twee vergaderingen daarna weinig van mogen merken. Dat de raad zich de hand in eigen boezem steekt. Oké, dat is jouw mening. Ik vind dat wij toch aardig ons best hebben gedaan vandaag. Om kritisch te zijn. Ja, dat klopt. Nou, oppositie betekent bijvoorbeeld wat kritisch zijn. Nou, niet alleen. Je kunt oppositie zijn en dan alleen maar nee zeggen en vervolgens niets anders aandragen. Dat is erg makkelijk. Maar je zult ook wel standpunten van ons krijgen als oppositie dat we het eens zijn met de coalitie en voorstemmen. Het is echt niet zo dat wij tegenstemmen om het tegenstemmen. Zo simpel is het niet. Kunnen we frisse ideeën verwachten? Absoluut.
Ja, meneer Wessels van D66. Vorige week jullie wethouder benoemd en dan meteen zo'n discussie achter de kiezen. Ja, dat kan gebeuren in de politiek. Je bent je leven nooit helemaal zeker. Maar van de andere kant is het natuurlijk wel belangrijk van als er een probleem is, en dat was een probleem, en van hoe ga je daarmee om? En de oppositie heeft denk ik terecht hun middelen gebruikt volgens de spelregels om snel bij elkaar te komen. En daar heeft de hele raad flink gediscussieerd. Ja, er waren stevige discussies in. Op een gegeven moment kwam ook heel duidelijk het seniorenconvent naar voren. En wat daarin al of niet afgesproken is, wel of niet vastgelegd en noem maar op. Hoe werkt dat eigenlijk? Heel interessant. Ja. Ik ben net fractievoorzitter geworden vorige week. Mijn eerste seniorenconvent moet ik nog krijgen. Kijk. Maar ik heb wel een beetje een idee, want in Provinciale Staten had je ook een... Dat is eigenlijk dat iedere fractie, meestal is dat de fractievoorzitter, maar dat kan ook een ander zijn. Die komen dan met de voorzitter, in dit geval is dat dan burgemeester De Loo, bij elkaar. En het seniorenconvent, ja, die praat dan over de gang van zaken, maar ook nog wel eens over zaken die binnen het seniorenconvent niet meteen... Als het ware naar buiten hoeven. Een college kan vertellen van hoe ze bezig zijn bijvoorbeeld met de ambtelijke organisatie. Of als er, stel, niet dat ik dat bericht heb, maar dat de majesteit bijvoorbeeld op Koninginnedag een keer naar Gennep komt. Dat zijn soort dingen die moeten dan op enig moment niet meteen in de raad komen, maar die bereid je dan voor. Dat moet een beetje voorgebakken worden. Ja, nou goed, nou was er op een gegeven moment wat discussie over. Is er nog wel wat afgesproken over die column, ja of nee en noem maar op. En toen op een gegeven moment kwam het erop neer van, ja, we moeten in de toekomst er toch maar eens over na gaan denken. En toen kwam er eigenlijk al meteen een scherp idee. Ja, wat er gebeurt, dat gebeurt wel heel vaak. Dat heb je vaak ook in je vereniging of misschien thuis wel eens. Dat sommige dingen heel lang goed gaan en ineens blijkt wat altijd goed is gegaan, gaat niet meer goed. Ja. Dat betekent dus dat je moet gaan, noem het maar, evalueren wat je tot nu toe gedaan hebt. Ja. En misschien moet je dan nieuwe spelregels afspreken van wat je nou wel en wat je niet doet om vervelendheid te voorkomen. Een gemeenteraad die heeft twee belangrijke dingen. Dat heet dan de spelregels spelen en dat noemen ze kaders formuleren. Ja. En controleren. En wat ik gezegd heb, misschien zijn er vroeger wel dingen afgesproken en niet allemaal opgeschreven. Of helemaal niet opgeschreven. Ja. Nou, dat moeten we dus nou gaan doen. En vandaar het voorstel. Zouden we niet de griffier, want dat is onze hulp en toeverlaat, vragen om bijvoorbeeld met vanuit iedere fractie iemand, maakt niet uit of het fractievoorzitter is of een ander, eens een voorzetje te maken van wat hebben we allemaal meegemaakt en hoe gaan we daar in de toekomst mee verder? Blijft de kolom in de gemeenterubriek of moeten we de mazeniersbode vragen van iedere week op een ander stukje in de krant? Ja. Maar goed, u hebt gehoord, de unanieme raad heeft in ieder geval een voorstel van ondergetekende en ook mede geïnitieerd door het CDA en de kern. En ja, de oppositie was daarmee eens. Ah. Om in ieder geval vanaf morgen gewoon weer iedereen mag zeggen wat hij vindt in de gemeentekolom die kolom neer te zetten. Ja, en dan gaan jullie vervolgens de spelregels gezamenlijk daarvoor opmaken. En als er dan ook behoefte is om toch eens wat dingen af te spreken, dan gaan we dat in september doen, ja. Ja. Arno Jansen, fractievoorzitter van de PvdA. Een emotionele avond voor iedereen die betrokken was bij de discussie over vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. Een aantal zaken zijn mij in herinnering gebleven uit de 4 uur dat we met elkaar hebben mogen kijken en luisteren naar de raadsdiscussie. Standpunt van de PvdA, kun je dat even toelichten? Ja, als Partij van de Arbeid waren we natuurlijk behoorlijk geraakt. Hè. Ik heb het ook heel persoonlijk opgevat van dat het college de euvele moed heeft gehad om een toch sterke mening te hebben over wat het recht voor vrije meningsuiting is. Daarvan hebben we gezegd, hè, er kan geen bestuur zijn die het recht op vrije meningsuiting, zeker van een volksvertegenwoordiger, op een of andere manier beknot. Ik beschik zelf over een aantekening op basis van iemand die aanwezig was bij een overleg in het zogenaamde seniorenconvent. In de tijd dat Wijlen Krisnelle nog leefde, waarbij die kolom werd ingesteld of in ieder geval de discussie werd aangegaan. En dat er inderdaad toen gesteld werd, er zou geen politiek in bedreven worden. Hoe staat u daar tegenover? Ja, kijk, als je goed kijkt, hè, dan heb je het over afspraken, hè, en überhaupt
of je dergelijke afspraken kunt maken. Hè? Nou, ik denk dat vanuit de VVD en vanuit ons is aangegeven. Ja, luister, je kunt wel proberen om een politicus te zeggen dat hij geen politieke mag bedrijven. Hè? Maar eigenlijk is dat een non-item. Dat kan gewoon niet. Een politicus zal altijd politiek bedrijven. Dus zijn mening is altijd een politieke mening. Maar ik heb toen begrepen dat de column bedoeld was om de burger te bereiken in de zin van toelichting op genomen besluiten of te nemen besluiten. En daar zelfs de mening van de burger over te peilen. Ja, zo ligt het dus niet. Hè? Want het memo waaraan we ook vanavond in de raad gerefereerd hebben, is daar duidelijk in. Hè? Het enige restrictie is dat het 300 woorden mogen zijn. En voor de rest kan het gaan over actuele ontwikkelingen in de politiek en datgene wat naar de mening van een raadslid, hè, aan de burger aangegeven kan worden en eventueel de mening van de burger gevraagd kan worden. Nou, ik denk, hè, dat als je goed kijkt naar de inhoud van de columns en ook is er op geen enkel moment tussen raadsleden met elkaar gediscussieerd over het feit, ja, doen we dat nu wel op een goede manier? Of vind ik, hè, dat de heer Opsteeg of de heer Ere of wie dan ook, hè, misbruik heeft gemaakt van dat recht op die column en die mening te ventileren. Nee, is geen enkel moment aan de orde geweest. En ineens zien we dat het college daarover wel een mening heeft en zegt, ja, er mag niet aan politiek gedaan worden. Nou, dat kun je tegen een raadslid en een volksvertegenwoordiger niet zeggen. Want het is per definitie een politicus. Na een lang debat, in zelfs drie termijnen, wat ongebruikelijk is, is er uiteindelijk besloten, unaniem, om de column zonder enige restrictie door te zetten. Vind je dat goed? Ja, ik denk dat de raad eigenlijk het signaal daarmee ook geeft. Hè? Want daar waren we het alle 14 raadsleden over eens. Van luister, het kan niet zo zijn dat het college een dusdanig besluit neemt. Hè? Want eigenlijk zegt de raad, ja, een raadslid moet zonder beperkingen, want dat staat letterlijk in de motie, zijn of haar mening kunnen ventileren, ook in de column die in de gemeentepagina staat. Dat is vanavond bevestigd. Dus ik vind uiteindelijk dat, laat ik zeggen, het debat wat we ingegaan zijn over die vrije uiting van welke mening dan ook, hè, door middel van die motie eigenlijk bevestigd is. Alleen heb ik ook aangegeven, ja, de coalitie trekt daar niet de conclusie uit van college, dit had u nooit mogen doen en dat is u verwijtbaar. Nee, ze zeggen als het ware, nou ja, college, hè, u hebt dat misschien niet zo bedoeld, maar hè, u mag blijven zitten en wij corrigeren wel uw besluit. Nou, het werd wel openlijk betreurd. De wijze waarop dit gegaan is. Ja, oké, okay, dat werd in bewoordingen gezegd. Hè. Wat de motie laat zien is natuurlijk dat hij zegt, college, uw besluit wat u hebt genomen, wij betreuren dat, hè, maar wij corrigeren dat besluit ook nog eens. Dat is namelijk de inhoud van de motie. Vanavond is ook seniorenconvent ter discussie gekomen. Wie neemt er eigenlijk deel aan het seniorenconvent? Ja, volgens de afspraken die daarover zijn, hè, en die zitten natuurlijk ook in allerlei andere verordeningen en wettelijke kaders, hè, zijn de fractievoorzitters samen met de voorzitter van de raad, zijn de burgemeester het seniorenconvent. Dus ook de oppositie is vertegenwoordigd? Ja. Ook de oppositie heeft natuurlijk, en dat is democratisch, er is geen macht in Nederland, hè, die hoe dan ook de mening van een minderheid, hè, kan knechten of eenzijdig over kan besluiten. Daarom neemt ook de oppositie, of het nu in het seniorenconvent is of bijvoorbeeld in het presidium, hè, dus ook over de agendering van de raad, hè, zijn alle partijen vertegenwoordigd in een gemeente vertegenwoordigd en hebben een stem. Dus democratie ten top eigenlijk. Ja, eigenlijk kun je zeggen, hè, dat zijn de organen waarin je probeert, hè, om aan dat democratisch principe, namelijk dat iedereen, hè, ongeacht of je een meerderheid heeft of een minderheid is, hè, maar vanuit standpunt politiek gezien deel kan nemen aan datgene wat voor een raad, hè, of voor de werking van de raad aan de orde is. Presidium, seniorenconvent en eventueel alle andere, ja, gremia die daaruit zouden voortvloeien. Motie van wantrouwen heeft het niet gehaald. 5 stemmen voor en 9 tegen van de totaal 14 aanwezige raadsleden. Is dat nou goed voor Gennep en goed voor de sfeer in het kader van de samenwerking met BMW om een dergelijke motie nogmaals eigenlijk sinds 7 juli in te dienen? Nou, ik denk, hè, dat het afgelopen jaar, half jaar laat zien, hè, dat er in Gennep wel wat aan de hand is. 1.
denk ik. En goed, dat hebben wij natuurlijk zowel in een debat op 7 juli als vorige week 15 augustus als vanavond laten zien. Ja, er zit wat in die bestuurlijke cultuur. Ik weet niet of u geweest bent op 7 juli, maar ook daar heb ik aangegeven, ja, dat van bestuurder, hè, en ik heb daar letterlijk teksten vanuit de minister, maar ook vanuit wetenschappelijk oogpunt aangegeven, hè, wat je mag verwachten van een bestuurder. Als je dan ziet dat een bestuur, hè, zijnde een college van BMW, dus laat ik zeggen, dit soort gigantisch impact hebbende besluiten neemt zonder heel goed eerst na te denken over de reikwijdte, de inhoud en wat dat eventueel teweeg kan brengen bij raadsleden of bij bevolking. Hè? Want ja, niet voor niets is er vanavond de burger die inspreekt en iets zegt over wat dat doet, een dergelijke besluitvorming met zijn gevoelen. Ja? Duidelijk. Ja. Je spreekt over Adriaan de Winter. Ja, en ik vind dat een bestuur dus gevoelig moet zijn voor dit soort situaties. En ook besluiten. Ja? Wat gebeurt er dan? Blijkbaar komen ze tot het besef doordat wij als oppositie, hè, gebruik maken van het feit van hé, wij zien hier in het besluit toch wel een fundamenteel grondrecht aangetast. Hè? Vrijheid van meningsuiting. Ja, bedenk eerst voordat u besluit. In plaats van wat je nu ziet gebeuren. Hè? Ze besluiten, o jee, er komt een hele hoop gedoe van. Ja, zo was het nou eigenlijk niet willens en wetens. Ja, dan moet u van tevoren nadenken. Hè? Nou, Gerp is in ieder geval ruimschoots op de Nederlandse kaart teruggezet. En ik hoop dat mensen, nog even los van onze eigen burgers, toch even nadenken over dat stadje hier aan de Niers, waar het water heel veel zag wegspoelen. Ja, ik denk dat we in 93, 95 hebben laten zien waartoe we in solidariteit en in kracht met elkaar kunnen staan. Hè? Dit soort voorbeelden laat zien van zo moet het niet. En als, hè, zowel de coalitie oproept en ook, laat ik zeggen, de burgemeester als woordvoerder van het college, hè, dat het gaat om het terugwinnen van nieuw elan en vertrouwen, ja, dan moet je zeker dit soort dingen niet doen. En het afgelopen half jaar geeft ons in ieder geval niet dat vertrouwen van dat het met deze coalitie en dit college gaat lukken. Wij zien tot nu toe nog te weinig echte goede daden, waarin ook blijkt dat ze laten zien in daden, in gedrag, hè, dat ze dat serieus nemen. Constructieve oppositie voeren? Nou, ik denk dat we vanavond hebben laten zien dat we scherp kunnen zijn in de oppositie. Hè? Dat, ja, als Partij van de Arbeid, nou, hè, dat we toch 20 jaar in de coalitie hebben gezeten, ook een vorm van oppositie kunnen voeren. En ja, het is, vind ik, mooi dat we ook kunnen laten zien dat oppositie een bepaalde scherpte kan hebben. En ja, jammer dat het college en soms de coalitie, hè, dus nog niet met die scherpte van ons, hè, PvdA en VVD, ja, op een goede manier om kan gaan. Dat is jammer. Maar de toon maakt dikwijls de muziek. Ja, en ik denk dat VVD en de Partij van de Arbeid vanavond de toon hebben gezet. En ja, daar ben ik wel trots op dat we dat hebben kunnen doen. Meneer Timmermans, u schrijft een stukje voor de Maas- en Niersbode en dan? Nou, niet voor de Maas en Niersbode, maar voor de gemeenterubriek die in de Maas en Niersbode wordt geplaatst. Okay. Ja. En dan? Ja, dan gebeurt dat wat de raad in 5 jaar niet is gelukt, is mij met 300 woorden gelukt. Landelijke belangstelling voor Gennep. Een discussie over de vrijheid van meningsuiting. Maar u had uw stuk toch ook zo in willekeurig elk ander krantje kunnen zetten, of niet? Ja, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Ja. Hebben u nou inhoudelijk reacties gekregen op dat stuk? Ja, van verschillende kanten. Maar, en ook verdeeld. Als je kijkt op internet, dan zie je wat reacties op de plaatsing. Dan was er één die zei, ah, hij moet niet zeuren, gewoon doorgaan. En anderen die hadden het over, ja, hé, hey, wat is dat nou? Je kunt toch niet zomaar een stuk weigeren? Nou, dat vind ik ook. Dan komt op een gegeven moment de oppositie en ja, die gaat een beetje aan de haal met uw stuk, of niet? Ja, dat zei ik inderdaad. Ja, dat klopt. Nou, ik kreeg steun uit onverwachte hoek, moet ik zeggen. Ja. En steun voor de vrije meningsuiting. Want daar had ik me al over uitgelaten. Ik vind dat het college dit niet had moeten doen. Dat is gebeurd. En vervolgens zijn er twee partijen die denken, nou, daar kunnen wij garen bij spinnen. Ik heb ze gevraagd in de raad. Luister eens, ben je oprecht? Gaat het over de vrije meningsuiting? Gaat het over censuur? Ja. Of gaat het over politieke
mogelijkheden. Die je politiek gewin. Ja, gewin. Ja, mogelijkheden. Ja. Even, noem het zoals je wil. Dat laatste, daar was ik niet voor in. En hun? Nou, u hebt het kunnen volgen. Ik denk dat uit het aannemen van de motie om de rubriek de mening van voor te zetten zonder beperkingen, waarin ook de oppositie heeft voorgestemd, dat duidelijk is waar het om ging. Ja, en u gaat als ik het wel heb als raad straks een keer de hei op om te kijken van moeten er dan wel of niet spelregels bij en hoe moeten we dat bekijken? Ja, laat ik nou maar niet vooruitlopen, maar duidelijk is dat ik vind dat als je de mening van wil horen, dan is dat de mening van en dan is de schrijver verantwoordelijk en aansprakelijk op de inhoud van het stuk. Ja. En daar blijft het bij. Ja, maar als je dan op de gemeentepagina zet, moet je dat er eigenlijk wel even bij zetten, of niet? Nou, dan weet ik niet of ik het erbij moet zetten, want als het mijn mening is, is het mijn mening. En die mag ik geven, gezouten of ongezouten. En iemand kan vinden dat het een ander, dat ik het niet netjes gezegd heb. Nou, dan zou ik vinden, afdeling communicatie, bel mij nou even op. Ja. En zeg, goh, kies nou een ander woord. Ja, ja, ja. Of luister, als je hebt grammaticale fouten gemaakt of de zin loopt niet. Ben ik in voor samenspraak, doen we er iets mee. Maar inhoudelijk is het mijn verantwoordelijkheid. Meneer Timmermans, wij gaan met Politiek Café dit item afsluiten. Op welke zenders kunnen we nog horen of zien? Ja, ja dat is ook, ik moet u zeggen, ik heb het ontzettend druk gehad de laatste week. En aan de ene kant vind ik, en laat ik daar ook serieus in zijn, vind ik dat dit had niet mogen gebeuren. Men had het niet moeten weigeren en dan was er ook helemaal geen commotie ontstaan. Ja. Ja, als je dan een stuk weigert, dan zeg ik, god, beste pers, moet je eens luisteren, dit wordt geweigerd. Vinden jullie dit nou zo erg? Ja, ja, en vervolgens ontstaat er een heel circus. Ja. Meneer Timmermans, dank voor uw toelichting. En we gaan nog naar Radio 1 en L1 en ik weet niet wat van eens allemaal kijken en luisteren. Die komen nog, ja. Dank voor uw toelichting.